Ja, daar ben ik weer. Jullie dachten misschien van mij af te zijn, maar dat is niet zo. Je bent namelijk aangekomen bij alweer de 7e reactievideo op The Genius. Een reality game show waarin we in 8 afleveringen bekende deelnemers volgen in hun strategische strijd voor bluff, brani en sluwe streken. Mijn naam is Sophie Milsink. Normaal gesproken maak ik YouTube video's en ja, vandaag eigenlijk weer. We zitten in het hol van de creator en er is nog maar een klein groepje over. De verhoudingen zijn wel echt veranderd nou, hè? Ja, jij stond steeds op nummer 1 en nu sta je op nummer 4 ineens. Ja. In 1 aflevering is alles omgehusteld. Ja, ik heb vorige keer echt mijn coins verspeeld eigenlijk. Ja, Thomas. Dat niet alleen. Je bent ook, zeg maar nog, de enige man in een alliantie van vrouwen. Goed, nou ja, ze gebeden zijn denk ik verhoord. Want er komt in één keer een stoep mensen binnenzetten die de balans weer een beetje recht trekken. Zijn die mensen? Wat doen ze hier? Verrassend. Oh, wauw. En je denkt dan, oké, wat gaat er nu gebeuren? Creator, niet om het een of het ander, maar zit jij hierachter? Spelers, zijn jullie benieuwd? Tja, wat doen deze mensen hier? Ze zijn hier voor de main match. Die in deze aflevering gespeeld wordt met 10 gasten. Oké, dat is speeddaten geblazen. Ze hebben 60 minuten gekregen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van al deze mensen. Alleen ja, informatie is natuurlijk best wel een breed begrip. Ik zou vanaf de bank echt niet per se weten wat er nodig is. Ik zie het wel weer helemaal gebeuren als ik dit spel zou moeten spelen. Sta ik iedereen schoenmaat op te schrijven en te onthouden en dan moet ik vervolgens de hele andere kant op. 1 uur de tijd? Maar ja, wat voor informatie? En wat moet je daarmee kunnen doen in deze main match? Hoe ga je nu te werk? Ik had werkelijk geen idee. Ik denk van, oké, typisch vriendenbroek, vragenlijst die je afgaat. Wat is je favoriete kleur? Favoriete hobby? Sport? Anna Maya heeft de boel denk ik een beetje door. En ik volgens mij ook, want ik heb een patroon gezien. Het is toch geen toeval dat bij Anna Maya iedereen in het rood gekleed is en bij Faride iedereen in het roze? Ik weet niet zeker hoor, maar misschien ben ik wel een genius. Heel goed nadenken, alle gasten op een rij zetten en kijken, oké, wat heb ik aan informatie en hoe kan ik dat verdelen tussen de deelnemers? Vervolgens is Thomas aan de beurt en ik weet niet hoe het bij jullie thuis gaat, maar ik zie die verbanden wel hoor. We hebben mensen met tattoos, in het gezicht zelfs. We hebben mensen met dezelfde kleur aan, ik zie ook wat tijgerprintjes voorbij komen. Lastig, waar gaan we nu naartoe? Ja, hoe voelt u zich? Gespannen. Gespannen? Ja. Oké. En nu? Ik weet niet wat jij gaat vragen. Uitdagend. Nee. Uitdagend. Het is een heel ander spel dan de andere spellen. Sociaal, interactief en individueel. Heel veel onduidelijkheid nog wat je met je informatie moet doen. Noeska, die zit erbij alsof ze een huisarts is. Die op het punt staat iemand de deur te wijzen en te zeggen dat hij maar een paracetamolletje moet nemen. Friede, heb jij bezwaar als ik erbij kom zitten? Ja. Ja? Ja. Oké, dan kom ik later hier. Ja. Ja, eigenlijk wel. Scheer je weg, Thomas. Nou, ik wilde niet dat Thomas erachter kwam wat ik aan het doen was. En dat hij alvast een soort van gratis meekreeg wat ik uit die mensen trok. Faride staat er duidelijk hetzelfde in. Ik heb een beetje het idee dat in dit gedeelte van het spel je niet echt heel erg veel meer opschiet met bondjes. Het is inmiddels een beetje ieder voor zich, heb ik het idee. Dus ik dacht, dat zoekt hij maar lekker zelf uit. Ik ga hem geen voorsprong geven. Gelukkig is Thomas dus nog lekker bezig. Ik probeer ten hoek te zoeken van muziek. Want daar lijkt soms een overeenkomst in te zitten, maar dat kan ook puur toeval zijn op dit moment. In de container zat Hattie, die vrouw met die tijgerprint, die is Elvis-fan. En in die ruimte zit ook iemand die van 50s rock'n'roll hield. En jij ook. Mm-hmm. Kan natuurlijk een doel zijn, maar... Nou, kom maar op met die clue hoor, creator, want ik kom er niet uit zo. Even de main match van The Genius is... The Great Equalizer. Een eenvoudig spel waarin je moet zorgen dat de antwoorden gelijk verdeeld zijn. Hiervoor moet je al je observatie- en analysevaardigheden inzetten. De informatie die je hebt verzameld bij de gasten, kan je nu van pas komen. Ah, I get it. Het maakt dus niet uit wat je vraagt. Het is gewoon belangrijk dat je genoeg informatie verzamelt waar je stellingen van 5-on-5 mee kan maken. Laten we snel even kijken naar de vergaarbak van kennis waar wij inzicht in hebben. Oh, de vergaarbak met kennis. Ik dacht dat je er nooit over zou beginnen. Thomas moet dus als eerste en daar heb ik eigenlijk wel zin in. Want hij is heel erg pinter en hij legt die verbanden best wel snel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij de spits gaat afbijten. Ja, met wat je van deze mensen weet kom je vaak niet 5-5 uit. Maar als je tussen verschillende onderwerpen gaat verbinden, dan worden je stellingen wel ingewikkeld, maar kom je wel op 5-5 uit. Dan moet je er heel goed gaan formuleren. Ik vind dit heel slim. Ik heb niet zo scherp opgelet dat ik nu zelf ook met een eigen stelling zou kunnen komen, maar ik ben heel erg benieuwd wat hij opgooit. Mijn stelling is, ik ben vrouw en / of vandaag gekleed in drag. 5 rood, 5 groen,
Punt voor jou. Oh snap, het gaat hem zo makkelijk af dat ik echt heel erg benieuwd ben of de rest hem dit zo soepeltjes nadoet. In ieder geval tijd voor de laatste vraag. Ik woon of werk vooral in de provincie Noord-Brabant en vooral slaat op het werken, want wonen doe je maar normaal gesproken op één plek. 5 rood, 5 groen. Je verdient hiermee 1 punt. Oké, Thomas, jij krijgt 10. De volgende is Anna Maya en daar heb ik eigenlijk ook wel hoge verwachtingen van, want die is strategisch ook heel sterk. Ik heb altijd van de zomer gehouden. Jongens, ik vind die nou niet per se een makkelijke stelling, als ik er eerlijk over mag zijn. Maar gelukkig loopt het goed af. 5 rood, 5 groen, 1 punt voor jou. Ook Anna Maya is geslaagd. Laten we doorgaan met Feride. Ik moet wel zeggen dat het 1 groot chaos was bij mij. Ik had zo gigantisch veel informatie, ontzettend veel irrelevante informatie. Toen dacht ik, oké, dit weet ik. Dit weet ik in ieder geval zeker. Nog een punt voor jou. Punt voor jou. Wat ik dus wel grappig vind wat er hier gebeurt, is dat ik echt een beetje het idee had dat Thomas en Anna Maya het wiel hadden uitgevonden. Maar Feride die fietst zichzelf er al helemaal makkelijk doorheen. Easy peasy lemon squeezy zou je dus zeggen, maar Nushka die heeft wat minder geluk. 6 rood, 4 groen. Geen punt. Ik ben ouder dan 51 jaar. Tja, Gerard wilde hier niets over kwijt. Nushka heeft daarom moeten gokken. En die gok pakt verkeerd uit. Dit is wel balen hoor. Ik heb een beetje het idee dat ze de stellingen misschien net niet strak genoeg heeft geformuleerd. Waardoor er hierna een beetje twijfel kon ontstaan. En die leeftijdsvraag, die heeft ze wel echt genekt. De dame in drag wilde natuurlijk haar leeftijd niet zeggen. Maar misschien kan je daar ook wel uit concluderen dat iemand juist ouder is dan 52. Ik had haar niet gegeven trouwens. We beginnen nu aan ronde 2. In deze ronde leg je straks 3 stellingen voor aan de gasten. Oh, er is nog een ronde. Ik denk dat ik al lang met mijn poot omhoog was gaan zitten. 3 punten, prima. Ik denk, heb je dit? Ben je verliefd? Ben je verliefd geweest? Echt, waarom vraag ik dat? Iedereen is wel verliefd geweest. Feride's plan van aanpak laat zien wat voor chaos dit spel eigenlijk is. Maar goed, eigenlijk maakt het niet uit wat je vraagt, zolang je die verbanden maar kan leggen. Het is nu zoveel makkelijker om informatie te krijgen, want je weet nou waar je nou op zoek bent. En je kunt nu gaan pairen. En dat is heel fijn. Ah, dit is ook wel weer echt slim. Want je kan natuurlijk ook de informatie die je al hebt al nog een keer gebruiken. Ik weet niet of je daarmee opschiet trouwens. We gaan het zien. Hij mag weer beginnen. Oh, dit is zo'n lekkere. Deze is zo eenvoudig. Nu durf te wedden dat niemand erop is gekomen. Jongens, ik denk dat we de winnaar van de Genius gevonden hebben hoor. Stop maar gewoon. Geef hem zijn prijs. We kunnen allemaal naar huis. Soms moet je het inderdaad ook gewoon niet moeilijker maken dan het is. Dat blijkt maar weer. Die truc die werkte trouwens ook wel echt maar 1 keer. Want voor de rest loopt het echt finaal in de soep. Ook. 5 rood, 5 groen. 2 punten voor jou. 4 rood, 6 groen. Geen punt. 4 rood, 6 groen. Geen punt. Ook bij de rest gaat het niet zo lekker. Geen punt. Geen punt. Geen punt. Ik dacht echt dat dit spel appeltje-eitje zou zijn, maar nu we een stukje verder vorderen, blijkt dat toch niet echt het geval. Je zou zeggen dat je gewoon dezelfde tactiek zou kunnen toepassen, toch? Hebben we trouwens al een plot twist gehad deze aflevering, voiceover? Kunnen we even bij Nushka gaan kijken? 2 punten. 5 rood, 5 groen. Dat het goed is. 2 punten voor Nushka. Ze deed groen en ze draait om. My god, ik had helemaal het idee dat ze het gewoon nog had kunnen winnen. De deathmatch wordt het dus. Nushka, pak ze. Ik ga voor Thomas. Oké. Toch tijd voor Fair. Ons om... Ja. Oké, goed. Thomas die vat ook even in 3 regels de essentie van het hele programma samen. Dit is zo'n strategisch spel waar je zoveel moet onthouden. En tegelijkertijd komt er ook een geluksfactor bij kijken. En ik zie hier echt tegenop. Dit is natuurlijk inderdaad precies waar het over gaat de afgelopen weken. Oh, wauw. Oh, wauw. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, maar ondanks dat Anna Maya niet hoeft te spelen, is ze wel heel erg aantekeningen aan het maken en ook echt mee aan het doen. En ik vind het wel heel cool om te zien, omdat je wel ziet dat ze dus echt wel invested is. En ik denk ook dat het heel slim is, want wie weet moet je zelf ook een keer zo'n spel spelen en dan begrijp je het al. Ik denk persoonlijk dat ik er echt geen headspace voor had gehad. Ik was al lang afgedwaald, denk ik. Belangrijk moment. Het einde. Voor zover. Wie gaat er volgende week naar de finale? We nemen afscheid van Nushka. Thomas heeft zich kunnen redden vandaag. En gaat samen met Feride en Anna Maya naar de finale. Ik vond het echt spannend. En ik vind het jammer voor Nushka dat ze eruit is. Maar Thomas is gewoon echt wel een hele goede speler. Dus ik vond vooral heel erg veel lef dat ze hem heeft uitgedaagd. Dat vond ik echt wel... Ze is glorieus ten onder gegaan, laat ik het zo zeggen.
Drie mensen zijn er dus nog over. Er zijn er een hele hoop afgevallen. En dat ik wel een beetje meer ideeën heb over wie er zou kunnen gaan winnen. Maar dat ga ik nog niet verklappen. Want ja, we hebben volgende week nog. Ik ben ook heel erg benieuwd wie jullie denken dat er gaat winnen. Laat het weten in de comments. De hele aflevering van The Genius kan je zien op de website van NPO3. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, een reactie achter te laten en je te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer voor de allerlaatste. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Bye bye!